Met de Multimedia Cockpit krijgt u een 10-inch primair scherm. Maar met de Multimedia Cockpit Interactive krijgt u het grotere 12-inch scherm. Die laatste hebben we nu voor ons. Het scherm is verdeeld in 3 gebieden. Aan de linkerkant hebben we informatie zoals de luchtdruk in de tanks, de koelvloeistoftemperatuur, het motorpeil en meer informatie voor tijdens het rijden. In het midden zien we de toerenteller en de snelheidsmeter. Ook zaken zoals de verkeersbordherkenning en de gekozen versnelling komen in dit deel van het scherm. Aan de rechterkant zien we de tachograafinformatie, de Bluetooth-connectiviteit en tot slot zien we ook de EcoSupport die uw rijstijl beoordeelt en helpt deze verbeteren. Het is mogelijk om de schermweergave te wijzigen van Advanced naar Classic. En de Classic-stijl hebben we nu voor ons. Aan de linkerkant zien we de snelheidsmeter met daarin wederom de verkeersbordherkenning en de brandstofmeter zien we onderin. In het midden vinden we de chauffeursondersteunende informatie en systemen zoals de EcoSupport, het oliepeil en nog veel meer. En rechts de toerenteller, de gekozen versnelling en ook nog de AdBlue-meter. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.